Onverwacht is het om een bezoek aan de televisietoren te mogen inzetten voor een inzameling voor het goede doel. Goedemiddag. Jullie wilden graag naar binnen. Ja. Thomas Hege en zijn vader Marnix vroegen om een prijsje voor twee personen bij een bingoavond weg te geven. Maar kregen veel meer. En het antwoord was daarop van, nou, wij zitten aan een man of duizend te denken. Toen dacht ik van, mijn hemel, dat was een heel andere insteek dan ik verwacht had. Thomas zit sinds een half jaar in een rolstoel. Ik heb botkanker, Ewing sarcoma in mijn been. En die tumor is 20 januari verwijderd. Het was iets van 5 bij 8 bij 20 toen ze hem ontdekten. Maar hij is door de chemo wel gekrompen, dus hij reageerde erop. En hij is helemaal verwijderd. De ziekte van Thomas inspireerde zijn familie om zich in te schrijven voor de jaarlijkse sponsortocht op de Alpe d'Huez. Zijn zus Sanne die zei van, nou, ik wil er iets mee doen. Ik wil aan de Alpe d'Huez meedoen. Ik was nog wel wat gereserveerd, want ja, dat betekent ook dat je achter geld aan moet en zo. Maar op een gegeven moment zei Sanne, ik heb me ingeschreven. Oh, nou, weet je wat, dan gaan wij ook meedoen en dan gaan we er ook vol voor. Tal van acties volgden. Van de verkoop van bidons en flessen wijn tot spinningmarathons. Het leverde al 25.000 euro op. En daar komt de actie bij de toren nog bij. Gezondheid staat bij ons hoog in het vaandel. En dan vinden we het hartstikke leuk om mee te werken en de toren open te stellen. Zodat er een mooi bedrag hopelijk wordt opgehaald voor deze actie. En straks staat het hier vol. Met allemaal mensen die voor jou zeg maar hier naartoe komen. Ach ja, die komen hier natuurlijk ook naartoe omdat ze het uitzicht willen zien. Maar het geld is voor het goede doel, ja. Het wordt nu een stuk groter dan de bedoeling was. Maar dat is prima nu, uiteraard. Want hoeveel halen jullie nu op? Nou, als wij 1000 kaarten verkopen, à 7,5 euro, dan is het rekensommetje eenvoudig, hè? 7500 euro. Ik denk dat het heel leuk gaat worden. Met Thomas gaat het ondertussen goed. In augustus hoopt hij dat zijn behandeling is afgelopen. Tussendoor gaat hij begin mei mee naar de Alpe d'Huez. Zo is de bedoeling. Het is nu gepland dat ik dan in mijn goede week zit. Dus dat ik dan mee kan. Dat mijn bloedwaarden weer wat hoger zijn van de chemo. Dus, maar dan moet er niks vreemds gebeuren. Heb je daar zin in? Ik heb er heel veel zin in.